Hallo allemaal en welkom bij de White Goblin Games woonkamer. Vandaag gaan we racen in een wel heel bijzonder land. Er worden dobbelstenen gegooid en je gaat kijken naar de kleuren om zo vervolgens te bepalen welke gebieden je kan aankruisen. En als je minstens 9 gebieden hebt aangekruist, als eerste, dan ben je de winnaar. Wil je weten hoe je deze race kan winnen? Kijk dan mee naar deze uitleg van Dobbeland. De voorbereiding. Iedere speler krijgt een willekeurig speelbord en een stift. Het leuke is dat je met zowel de voor- als de achterkant kan spelen. Je mag zelf kiezen. Vervolgens kies je uit alle spelers die meedoen een actieve speler. Deze speler geef je de 6 dobbelstenen. De speelborden. Elk speelbord bestaat uit 6 verschillende kleuren. Je hebt rood, groen, geel, oranje, grijs en blauw. Aan elkaar grenzende velden van 1 kleur vormen 1 gebied. Daarnaast staat er op elk speelbord 12 schatvelden. Deze zijn aangegeven met een ster. Ook zijn er een aantal zwarte velden. En aan de onderkant van je speelbord zie je een overzichtspoor. Hier wordt bijgehouden hoeveel schatten een speler al verzameld heeft. Elke speler begint bij het zwarte kruis op het witte veld. Als daarna een speler een veld wil aankruisen, dan moet deze altijd aangrenzen op een veld waar al een kruis staat. Dus wil ik dit blauwe veld aankruisen, dan kan het alleen op deze manier. Zoals je nu kan zien, heb ik 1 kruis gezet in dit blauwe gebied. Als ik nu naar een ander blauw gebied zou willen gaan, dan moet ik eerst dit gebied helemaal volzetten met kruisen. Pas als een gebied helemaal afgekruist is, mag je naar een volgend gebied met dezelfde kleur gaan. Het spelverloop. De beurt van de actieve speler bestaat uit 2 fasen. Eerst gooi je de dobbelstenen en daarna kruis je velden aan op je speelbord. In fase 1 pakt de actieve speler alle 6 dobbelstenen en gooit deze. De actieve speler moet nu beslissen of hij stopt en verder gaat naar fase 2 of dat hij de dobbelstenen nog een keer gooit. Als hij beslist om verder te gaan en nog een keer te gooien, moet hij eerst een kleur kiezen. Stel dat we nu blauw kiezen. Dan pak ik de 2 blauwe dobbelstenen en leg ik deze aan de kant. De andere 4 dobbelstenen gooi ik nu opnieuw. Nu zijn er 2 uitkomsten. Zoals je ziet heb ik een blauwe dobbelsteen gerold, wat betekent dat ik deze blauwe dobbelsteen bij de andere blauwe dobbelstenen mag leggen en weer mag kiezen of ik deze dobbelstenen opnieuw wil gooien of dat ik verder wil naar fase 2. Stel nou dat ik geen blauwe dobbelstenen had gegooid, dan zou dat betekenen dat we meteen zouden stoppen met fase 1 en verder gaan naar het aankruisen van velden. Ik beslis om niet verder te gaan. Ik ga geen blauwe dobbelstenen meer proberen te gooien en dit zijn dus de dobbelstenen waarmee we het gaan doen. Wat ik had kunnen proberen is om steeds verder door te gaan. Het zou zelfs kunnen dat ik alle dobbelstenen uiteindelijk op een blauw vlak krijg. Wanneer alle 6 de dobbelstenen 1 kleur zijn, stopt fase 1 ook en ga je ook door naar fase 2. In fase 2 moet de actieve speler velden gaan aankruisen in de gekozen kleur per dobbelsteen die hij gegooid heeft. In mijn geval heb ik 3 blauwe dobbelstenen en ik heb gekozen voor blauw, wat betekent dat ik nu 3 velden kan aankruisen. Onthoud dat je altijd aangrenzend aan een andere kruis kruisen moet neerzetten. Wat ik nu wel kan doen is hier een kruis neerzetten en hier. Alle niet-actieve spelers mogen blauw niet kiezen om in te vullen, maar mogen wel een andere gegooide kleur kiezen om in te vullen. In dit geval heb je dus keuze uit rood, geel en grijs. Laten we zeggen dat we voor de niet-actieve speler een rood vlak willen invullen. Dan kiezen we rood, kijken we naar het aantal dobbelstenen, in dit geval 1, en zetten we een kruis. Het voordeel van zijn van een niet-actieve speler is dat je niet per se kruisen hoeft in te vullen. Dus stel dat je geen ruimte hebt op je blad, dan kan je ervoor kiezen om niks in te vullen. Het kan niet zijn dat je bijvoorbeeld maar 1 grijs kruis invult, want er liggen 3 dobbelstenen, je moet ze alle 3 invullen. De actieve speler moet per se alle velden aankruisen gelijk aan het aantal gegooide dobbelstenen in zijn gekozen kleur. Je mag niet maar de helft invullen of helemaal niks. Nee, de speler moet per se die kleuren aankruisen. Te veel gegooid. Als je een kleur hebt gekozen, zoals in dit geval rood, en je gooit meer dobbelstenen dan je kwijt kan in een gebied aangrenzend aan een kruis, dan mag je helemaal niks invullen. Het is heel hard, maar dat zijn de regels. Ook mag je per kleur maar 1 gebied hebben aangekruist. Dus in dit geval zou je 4 rode kruisen hier kunnen neerzetten, want hier staat een kruis, dus het is aangrenzend aan. Maar omdat er al een rood kruis hier staat, moeten we per se verder gaan met dit rode gebied. In dit geval mogen we dus ook geen kruisen zetten. Elke keer wanneer je een schatveld, het veld met de ster, aankruist, moet je dit hardop zeggen. Als je een schatveld hebt aangekruist, zet je in het overzicht ook een kruis bij een schatveld met dezelfde kleur. Als je een schatveld hebt aangekruist, dan krijg je een beloning in de vorm van een schatworp. Bij een schatworp mag je in plaats van 6,
5 dobbelstenen gooien. Nu mag je één van de gegooide kleuren kiezen en het aantal dobbelstenen in velden aankruisen op je speelgebied. In dit geval kies ik rood en kruis ik één rood veld aan op mijn speelgebied. Op deze manier kan je met schatvelden dus extra velden aankruisen. Het kan zijn dat je eerst een schatveld aankruist, de 5 dobbelstenen gooit en dat we een oranje dobbelsteen gooien met de schatworp. Nu kan ik voor de gegooide kleur oranje kiezen en weer een schatveld aankruisen. In dit geval zou ik opnieuw een schatworp mogen gooien. Je kan dus heel veel schatworpen gooien in één beurt. Als meerdere spelers een schatveld aankruisen, dan begin je bij de actieve speler die zijn schatworp uitvoert en zo ga je met de klok mee. Om te onthouden wie de actieve speler is, kan je één van de 6 dobbelstenen voor de actieve speler neerzetten, omdat je bij de schatworpen maar 5 dobbelstenen nodig hebt. Als fase 1 het rollen van de dobbelstenen en fase 2 het invullen van velden afgerond is, is de volgende speler de actieve speler en gooit hij de dobbelstenen. Einde van het spel. Als een speler alle velden van één kleur heeft aangekruist, dan zegt hij dit hardop. Daarna kruis je het meest linker veld op je overzichtspoor aan. Dit veld geldt ook als een schat. De speler die als eerste minstens 9 schatvelden heeft aangekruist, wint het spel. Dobbeland is weer zo'n heerlijk spel waarbij je dobbelstenen rolt en dingen kan aankruisen. En White Goblin Games heeft heel veel van dat soort spellen. Dus ga snel naar www.whitegoblingames.nl om dat allemaal uit te vinden. Vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal, want daar worden we super blij van. Laat ook een leuke reactie achter dat je deze video gekeken hebt. En als je wil kan ik ook nog op jou reageren. En doe een duimpje omhoog en dan worden wij heel erg blij. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je bij de volgende uitlegvideo.